3 minuten van 0-2 achterstand op 2-2 kwam. De cirkel V 2-1. 12 minuten staan er nog op de klok. Stefan Veen, de aanvoerder, zet de schoot. Telkens was die uitloper er zo snel. Lomans 2-2. Binnen een minuut is het weer gelijk. Een strafcorner 2 minuten voor het eind van de tweede helft van de verlenging bracht Nederland de zegen. Twee overbodige minuten als Lohmann scoort. Daar komt die redding. Jufresa de Nooier, wereldkampioen. Teun de Nooier uit de rebound. Toch die corner. Geen verlenging meer nodig. Nederland is wereldkampioen. En dat is de derde keer. De laatste keer dat Nederland wereldkampioen werd was in 1990. Nederland door een prachtig doelpunt van Teun de Nooier. We gaan weer eens eventjes naar Utrecht om te kijken hoe Oranje gehuldigd wordt en hoe teleurgesteld Spanje is. Spanje boog uiteindelijk in de verlenging voor het Nederlands elftal. Evenals in Atlanta moeten zij genoegen nemen met de tweede plaats. Maar weer maakten ze duidelijk dat Spanje een ploeg is die zich heeft aangesloten bij de wereldtop. En het goud, het wereldkampioenschap, is voor het Nederlands elftal. De regerend Olympisch kampioen, nu ook wereldkampioen. De fantastisch slot van het WK in Utrecht. Daar de man, Teun de Nooier, 22 jaar pas, van de winnende goal. De goal die pas viel in de sudden death en met recht een golden goal genoemd mag worden. Voorop Stefan Veen, een super toernooi speelde hij. Naast hem Bram Lomans. Het duurde even voordat hij op gang kwam met die corners. Maar toen hij er eenmaal was, was hij niet meer te houden. En kijk ze blij zijn. In afwachting van de prins van Oranje, prins Willem-Alexander, die straks de prijs aan de 16 wereldkampioenen, landgenoten van de prins, zal uitreiken. Voor de derde keer is die majestueuze trofee terug in Nederland. In 1973 was hij er, in 90 was hij er en nu in 98. Mag Stefan Veen hem optillen. Mark Delissen deed dat in 90. Veen doet het in 1998. En hij is dik en dik verdiend. Het begon allemaal moeizaam. Ze overwonnen de tegenslag. En ze werden wereldkampioen. 11 kilo zwaar is die trofee. Maar na maanden trainen en zenuwslopende wedstrijden kan het tillen van die beker er nog wel af. Gekust door Janssen en Jazet. Door Tycho van Meer. Bart Looijen, de reservekeeper. Remco van Wijk. Jeroen Delmee. Teun de Nooier. Allemaal schreven ze geschiedenis door voor de tweede keer in eigen land wereldkampioen te worden, wordt er evenals in 1973. En veel respect ook voor Roelo Bootman, de meest succesvolle coach uit de geschiedenis van het Nederlandse hockey. Dat is hij nu wel zeker. Hij won hem al eens met de vrouwen, nu is hij er ook met de mannen. Handen van prins Willem-Alexander en een hand van Willem Cornelis, de voorzitter van de Hockeybond. En namens de organisatie is er ook nog 160.000 gulden voor 16 spelers. 10.000 gulden de man zette de organisatie als prijs voor het wereldkampioenschap. Willem-Alexander, gefeliciteerd. Well played, yeah. Congratulations.
Ze kenden elkaar al uit Atlanta, Otmans en de Prins van Oranje. En nu schudt hij hem weer de hand. Veen krijgt er geen genoeg van. Wat is hij mooi. Wat hebben ze ervoor gewerkt. En ze kijken naar de wave die nog maar eens rondgaat door de Galgenwaard. Dat na morgen weer gewoon een voetbalstadion zal zijn. Maar waar hockeygeschiedenis werd geschreven. De Wave in Utrecht. Een prachtige...